allemaal en welkom weer bij Sketch het Woensdag. Deze sketch heb ik gevonden via Google. Ik heb gewoon op Google ingetypt Sketch Hexagon en dan kwam ik bij deze uit. Ik gebruik hiervoor mijn 2,5 inch hexagon pons. En deze is van Fiskars en die van Stampin' Up. En ik zou niet weten hoe groot die is, maar die zal ik daarna nog even nameten en hieronder in de comments vertellen. Ik matte foto een paar keer op verschillende laagjes papier die ik bij elkaar gezocht heb, die bij de kit horen. Ik laat tegenwoordig in de video's zien van welke kit ik gebruik. En dat laat ik zien aan het begin van de video zoals je net zag, zodat het overzichtelijk is. Je ziet me hier alle hexagons ponsen. Ik heb het er allemaal in laten zitten, zodat je ook kan zien dat je met heel weinig restjes en kleine stukjes het ook kan ponsen, dat je dat gewoon de kleine hoekjes kan gebruiken. Ik vond deze ponsen echt super leuk, die grote. Ik dacht eigenlijk dat die iets kleiner zou zijn, maar dit geeft wel een heel leuk effect, vooral op zo'n 12x12 layout. Ik ga een foto scrappen van mij en een vriendin op St. Patrick's Day. Deze is volgens mij al in de PL, ja, Project Life is hier altijd voorbij gekomen. En dit is gewoon een hele gezellige foto. We maakten hier wat verschillende selfies. En ik heb het in zwart-wit afgedrukt, zodat hij goed eruit knalt op de pagina. Ik had ook natuurlijk een mixed media op de achterkant kunnen gebruiken of een ander velpapier. Maar ik vond het juist wel leuk om dat witte als contrast te gaan gebruiken op de achtergrond. Ik pons verschillende maatjes ponsen uit. Ik ben wel eens benieuwd of werken jullie wel met ponsen en hoe vaak. Ik merk dat ik sommige periodes heel veel met de pons werk en sommige periodes juist weer helemaal niet. En dat ik het eigenlijk weinig gebruik. En ik vind het af en toe ook wel weer heel lekker zoals dit om allemaal één vormpje te ponsen en dan daarmee aan het werk te gaan. Ik heb ook vaker met rondjes gewerkt, dat je echt banen met rondjes had. En ik vind de hexagon toch ook wel weer een hele leuke vorm om te gebruiken. Ik ga nu door de die-cuts heen om te kijken wat ik kan gebruiken. En de veren vind ik gewoon heel erg leuk om er ook bij te gebruiken. Dus die ga ik ook gebruiken en daarvoor gebruik ik mijn veerpont. Ik plak het gewoon vast. Als ik zie dat het goed zit, dan ga ik het vastplakken. Alleen omdat ik kleine en grote gebruik, ga dan een paar dingen schuiven en dat zul je zo meteen zien. Dan komt het toch niet meer recht tegenover elkaar, maar uiteindelijk is het een hele leuke layout geworden. Ik gebruik mijn T-ruler, heb ik op mijn bureau gelegd om te gebruiken, maar uiteindelijk gebruik ik hem eigenlijk helemaal niet. Ik hou de foto erbij, zodat ik steeds weet waar ik de foto neer ga plaatsen en dat ik ook weet wanneer ik halve cirkel of halve hexagons nodig heb. Ik vond die kleine toch niet mooi, dus ik heb hem eraf gehaald. Alleen ik heb het papier gescheurd. Heel stom van mezelf. Dus ik plak hem er gewoon weer op en daardoor zit deze wat schever dan de rest. Ik ga langzaam door met plakken. En je ziet me ook af en toe even goed kijken naar de sketch om wat te gebruiken. Ik ben ook wel benieuwd of jullie wel eens de sketch gebruiken. Ik print dan de sketch of ik teken hem na, zodat ik hem op mijn bureau heb liggen, zodat ik weet hoe en wat. En ik moet eigenlijk altijd wel lachen op mijn vriend als ik dan zeg, wat vind je van, dit is het voorbeeld. Dan laat ik de sketch zien en dit is wat ik gemaakt heb. En hij zegt eigenlijk, ja, het lijkt er gewoon niet op. De ene keer wel, de andere keer niet. En het heeft ook alweer iets komisch dat het de ene keer wel erop lijkt en de andere keer niet. En dat is juist ook het leuke van sketches. Want zo ga je toch even anders denken. En ja, dan geef je je brein toch wel weer even die creatieve kijk erop. Ik had het er natuurlijk uit kunnen knippen, maar dan zou de video helemaal zo kort worden. Dus ik heb besloten om het erin te laten zitten. En je ziet mij ook het gewoon ponsen en gelijk opplakken. Je kan het wel heel mooi neerleggen, maar dan ga je het schuiven en dan, ja. Ik denk dat iedereen dat wel herkent van zichzelf. In ieder geval, ik herken het van mezelf, dat ik dan niet meer weet hoe ik het neer heb gelegd. En uiteindelijk wordt het helemaal anders dan hoe ik het in mijn hoofd had. Ik plak deze ook vast. Ik vind deze papiertjes echt super leuk met die bloemetjes. En de nieuwe scrap kit komt er al aan. Ik ben deze maand gastdocent en ik heb de video's toevallig gisteravond allemaal opgestuurd.
En ik ben al helemaal klaar. Ik heb er ook al een extra video voor jullie vrijdag erover. En een video zaterdag komt er online met de nieuwe kit. Dus als je nieuwsgierig bent voor echt voor de scrapkit, blijf dan, abonneer dan op mijn kanaal om dat helemaal te volgen. Er komen af en toe dan wat extra video's wanneer ik gastdocent ben. Ik plak de foto op met foamtape, zodat die goed omhoog wordt gemaakt. En ik ga dit opplakken. Dan bedenk ik, het is best wel saai, dus ik bedenk ik ga van die lijntjes trekken. Dat zie ik heel veel YouTubers, mensen doen. En ik had het niet op het hexagon moeten doen. Ik heb daar een beetje spijt van. De rest van de rand vind ik het echt super leuk geworden. Alleen van die hexagon, ja, ik twijfel daar heel erg over. Misschien dat ik er nog langs ga en een nieuwe pons en die erop zet. Maar dat weet ik nog niet zeker. De titel wordt selfie. En dan bedenk ik me ineens, ja, dat gaat ook niet daar gebeuren. Ik ga een klussetje maken. En daarvoor gebruik ik dit leuke roze met gouden washi tape. Ik had de groene in de post- en papieren kit gekregen. En daardoor heb ik de roze ook weer erbij gepakt. En ik merk dat ik hem dan, ik heb hem nu op mijn bureau liggen. Ik heb allemaal washi-tapejes in een mandje zitten. En ik gebruik mijn washi-tapejes eigenlijk gewoon veel te weinig. Echt heel erg. Ik gebruik het gewoon niet zo vaak op een scrap layout. En nu ik twee rolletjes zo heb liggen bij de hand, merk ik dat ik ze gewoon steeds vaker erbij pak en te graag gebruik. En dat vind ik juist wel weer heel erg leuk van die rolletjes. Dus af en toe wissel ik eventjes. Dus je zult me vaker de washi tape zien gebruiken. Ik gebruik het alleen nog niet zo echt op mijn Project Life pagina. Terwijl dat juist ook wel een hele goede, ja, goede manier is natuurlijk. Dit is een 1,5 inch cirkel. En die heb ik gepons met mijn 1/3/4 pons. Ik heb geen 1,5 inch pons. Dus hij is wat groter en heeft een witte rand. En daar staat volgens mij op Celebrate. Ik ga hier aan de gang met een klussertje en ik vind het wel heel erg leuk om daar ook weer een hexagon voor te gebruiken. En die plak ik een beetje tegen het streepje aan, zodat het net lijkt alsof het streepje erin meegenomen is. Ik ga hier op zoek naar een labeltje, zodat ik die erop kan plakken en daar komt de titel op. En dit labeltje komt hieronder en daar ga ik de datum op stempelen. En de datum was 17 maart 2017. En deze stempel ik met verse fijne inkt. En die plak ik vast. Ik ga hier een grote labeltje op plakken, omdat daar het woord selfie op komt. En ik knip altijd de restjes af. En ik bewaar soms de andere kant van de labels ook, zodat ik die dan nog een keer kan gebruiken op een andere layout. Wat dat betreft ben ik wel heel zuinig met al die restjes bewaren. En af en toe gewoon weggooien is eigenlijk ook wel goed. De titel wordt selfie, omdat het een selfie is van ons twee. En die was wel heel erg leuk. Ik ben nu aan de gang met verenpons. Deze is van EK Succes. En ik had er al wat viertjes mee uitgeponst. En deze ga ik er nu op plakken. Ik kies ervoor om een roze en een groene aan de zijkant te plakken, zodat die er onderuit steken en aan de bovenkant onder het woordje selfie. En onder de hexagon komen er ook nog twee en die zijn wat meer van die pastel tinten. En dan is de pagina eigenlijk bijna af. Ik kies hiervoor om de lijntjes door te trekken op de hexagon, omdat ik dat toch wel leuk vind. En ik kleur hier toch ook nog een hexagon in. En dat, dat is een beetje een pijnlijk momentje. Als je het zo terugziet, dan denk je, had je niet moeten doen. Maar het maakt ook niet uit. Af en toe heb je een pagina die gewoon net wat minder is dan dat je had gehoopt of dat je denkt. En ik vind het nog steeds een leuke pagina. Het is alleen jammer dat die, dat zwarte randje, ik irriteer me eraan. Ik ga nu aan de gang met de Color Shine van Heidi Swap. En deze gebruikte goud. Ik dacht eerst om de roze te gebruiken, maar dat was een toch fellere roze. Ik dek mijn foto altijd af. Je kan dit ook met je hand doen, maar ik ben iemand die dan alles onder heeft, inclusief de hand. En dit werkt voor mij het prettigst. Ik spetter overal, dus ik heb niet echt een lijn erin. En dan is dit mijn pagina geworden. Ik maak het even schoon en dan met de keukenrol tik ik alle grote druppels weg en ik druk het er gewoon op, zodat de inkt er een beetje afgaat, zodat het een beetje mat wordt.
En dan is dit mijn pagina geworden. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Doe dan een duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal om niks te missen. En tot de volgende video. Doeg!